veel mogelijkheden. Hittestress, omdat er veel te veel stenen in de stad is. Dat er allerlei problemen in de stad zijn waar voedsel een rol in zou kunnen spelen. Nou, dat onderzoeken we op allerlei manieren in dat programma. En daar laat ik u een aantal dingen van zien wat we de afgelopen jaren met name op het gebied van voedsel en duurzaamheid hebben gedaan. En dan zal ik ingaan op een activiteit die we dit najaar in Erasmusveld gaan doen. En grappig genoeg zullen dan onderwerpen die de eerste twee sprekers hebben genoemd ook weer in allerlei vormen terugkomen. Waaronder de amateurtuinders verspart, maar daarover straks meer. En ik haal even iets uit.